Dat is heel snel gekomen, of eigenlijk ook weer langzaam, maar ja, toen bekend werd dat Jan ging stoppen, ja, hebben ze contact gelegd en ja, dan gaat het snel. En, er kwam nog iets een kink in de kabel, maar Groningen die wou mij eigenlijk niet kwijt. Dus, maar ik heb wel aangegeven dat ik graag naar de Graafschap wil. Waarom? Ja, gewoon de club. Hè. Ik heb ook kansen gehad eerder. En dat was hartstikke mooie clubs hoor. Maar die heb ik gezegd, nee, dan blijf ik. Maar de Graafschap, ja, dat is een club. Ja, dat is een cultclub en dat vind ik mooi. Kan je om de woorden brengen wat de club nou zo mooi maakt, wat die cultfactor is? Ja, gewoon het stadion, maar vooral het publiek. Het stadion vol, vorige week waren er volgens mij 8800. Dan sta je 16e. Ja, dat is niet normaal. Hè? Het hoeft voor mij ook niet te makkelijk te wezen. Ik hou ook wel van rechtuit. Maar wel dat de mensen achter de ploeg staan. Nou ja, dan hebben we wel de goede club, denk ik. Het seizoen tot nu toe is redelijk teleurstellend in Doetinchem. Een 16e plek. Hoe gaat Henk de Jong dat omdraaien? Nou, dat lijkt me niet dat ik er nu van alles over moet gaan roepen. Ik ben er helemaal niet aan boord. Hè. Ik kom nu vanavond voor het eerst kijken. En daar ga ik eens even rustig over nadenken. En ook in overleg met de staf. Wat ik nu geroepen is dan ook allemaal wat ten opzichte van Jan gelegd. Dat wil ik helemaal niet. Helemaal niet. Want hij is een fantastische collega van mij. Maar ja, daar gaan we wel wat doen natuurlijk. Vragen ze dan natuurlijk ook hoe die technische staf eruit gaat zien. Ga je zelf nog mensen meebrengen? Ben je dat van plan? Nee, dat ben ik eerst niet van plan. We gaan eerst lekker aan het werk. En even zien hoe alles loopt. Nou, we moeten snel dingen omdraaien, want we moeten klimmen op die ladder. Maar het zal wel gaan met vallen en opstaan. Het is niet voor niks dat je hier staat. Rustig. Tijd hebben we niet. Hè, dus er moet wel wat gebeuren. Maar wel met verstand. 16e plek, doelstelling dit jaar is dan de play-offs. Ja, is dat nog realistisch? Nou, we staan een mooi stukje achter. Maar ja, ik heb al ergens anders ook gezegd. Er moet een inhaalactie moeten komen. En dan zien we, aan het eind van de rit zien we waar we staan. Het zal niet dat je na 5 wedstrijden op een promotieplaats staat. Dat zal langer gaan duren. Bij een ontslag, bij een wisseling van een trainer is er vaak de hoop dat er een schokeffect ontstaat. Hoop jij er ook op dat er een soort Henk de Jong effect komt? Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar het is een samen effect, want het gaat altijd hand in hand met heel veel mensen. We hebben de steun erbij nodig van het publiek en dat hebben we nu al. Nou, dat zal nog meer moeten. Dat stadion moet aan de kop toe vol en dan kunnen we die slag die kunnen we maken. Veel mensen zeiden ook, die Henk de Jong die past wel bij de Graafschap. Ja, wat is dat nou dat dit huwelijk zo bij voorbaat eigenlijk al ja, goed maakt? Ja, dat weet ik niet. Ik ben maar een hele nuchtere man die wel het publiek wil vermaken. Ik wil zelf ook naar iets leuks zien. Ik wil niet eens zien wat ik denk, daar vind ik niks aan. Hè? Dus er moet iets gebeuren wat overslaat naar het publiek. Nou, dat probeer ik altijd. Ik hoop dat het lukt. En we doen ons best. Meer kan ik, hè. Wanneer is dit seizoen de rest van het seizoen voor jou geslaagd? Nou, dat we het publiek op de banken hebben en dat we... Kijk, we zitten in een lastige situatie, dus ik wil niet zomaar zeggen dat wij gaan promoveren, hoor. Dus je moet wel reëel zijn. Maar dat we het publiek wat van maken en dat de mensen zeggen, poeh, leuk om in het stadion te zijn. Dan ben ik al heel blij. Maar we moeten wel stijgen. Het liefst zien dat we na competitie halen. Dat is prachtig, toch? Hier klinkt alsof een trainer staat die van bank wil gaan spelen, aanvallend wil gaan spelen. Nou, van bank, ik heb altijd wel verstand erbij, hoor. Maar ik wil wel aanvallen, want... Ja, anders had je mij niet moeten halen. De Vijverberg staat dus wat te beleven. Nou, ik ben ook maar heel normaal hoor. Maar ja, mensen moeten het leuk vinden als ze naar het stadion gaan. Het stadion moet vol. En er moeten zo weinig mogelijk lege plekken zijn. Dat is goed voor de club. En dat betekent ook dat er goed gevoetbald wordt. Nou, daar kijk ik naar.